Elke uitzending van ons over een onopgelost misdrijf levert altijd een stroom van reacties op van kijkers die feiten analyseren, onderzoekssuggesties doen, op onvolkomenheden en losse eindjes wijzen of aanvullingen geven. Op onze redactie noemen we dit meedenkers. Goedenavond, welkom bij het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt, verdedigt en vanavond u, als meedenker, de kans geeft om een moordonderzoek werkelijk op de voet te volgen. Het gaat om een moord die 18 jaar geleden is gepleegd. En op een ongebruikelijke manier gaan we daar vanavond proberen klaarheid in te brengen. Met de hulp van de nationale en internationale top op het gebied van forensisch onderzoek, zowel technisch als psychologisch, duiken we in het moorddossier van de 30-jarige Simone de Laat uit het Friese dorpje Verwerd. We houden de vele bloedsporen die al die jaren bewaard zijn gebleven opnieuw tegen het licht. We analyseren de verwondingen op het stoffelijk overschot en kruipen in de psyche van de nog altijd onbekende dader. En dat alles leidt tot een aantal nieuwe, bijzondere bevindingen, dat het oude onderzoek een nieuwe impuls geeft. Kijkt u naar een extra lange aflevering van CSI, maar dan in Nederland, met alleen maar echte experts over een waar gebeurde moord, waarvan de oplossing bij ons niet wordt bepaald door de scriptschrijver, maar door u. Het is zondagavond 3 december 1989, even voor Sinterklaas. In het Friese dorp Verwerd ziet een man hoe zijn buurvrouw Simone zo tegen 22:30 aanstalten maakt om naar bed te gaan. De volgende dag, iets voor 22:30, rijden de ouders van Simone naar het huis van hun dochter. Simone zou die ochtend met haar zieke zoontje naar de huisarts gaan. Maar ze is daar niet geweest en heeft ook niemand iets laten horen. Als op de bel geen reactie komt, opent Simone's moeder met een angstig voorgevoel de voordeur. Binnen komt het aanhoudende gehuil van een klein kind haar tegemoet. En dan krijgt ze de schrik van haar leven. Haar 30-jarige dochter Simone de Laat ligt naakt op bed. Het is een gruwelijke aanblik. Naast haar ligt een met bloed doordrenkt kussen. Op de grond een ander hoofdkussen waar bloed op zit. Ook het dekbed met erop bloedspatten ligt opgefrommeld op de vloer. Bij het bed staat een stofzuiger met pal daarnaast, een slip van Simone. Als de in de haast gealarmeerde huisarts ter plekke komt, constateert die dat ze al enkele uren dood moet zijn. Aanvankelijk denkt men dat Simone is overleden door de verwondingen aan haar hoofd. Ze is met kracht op haar schedel geslagen. Het zijn diepe gaten die volgens de patholoog zijn veroorzaakt door een scherp voorwerp. Maar daar is ze niet aan overleden volgens het sectierapport. In haar hals vindt de patholoog sporen van verwurging. De officiële doodsoorzaak is verstikking door uitwendig samendrukkend geweld op de hals. Aldus het rapport. Het exacte tijdstip van overlijden kan niet meer worden vastgesteld. Maar onverteerde resten voedsel in haar maag duiden erop dat ze niet lang na haar laatste maaltijd om het leven is gebracht. Omdat ze naakt is aangetroffen, denkt men aan een seksueel misdrijf. Maar er worden geen sporen van verkrachting of sperma gevonden. Verwerd is een klein dorp in het uiterste noorden van Friesland. De gewelddadige dood van de alleenstaande moeder is het nieuws van de dag. Simone de Laat is een vrouw die net 4 jaar in een kleine gemeente woont.
import volgens de bewoners, want ze komt oorspronkelijk uit de Randstad. Nadat de relatie met de vader van haar kinderen steeds slechter werd, verhuisde zij naar Verwerd, omdat ook haar ouders hier een huis hebben. Simone komt terecht in dit huurhuis in een doodlopend straatje. Het is een kleine, overzichtelijke buurt waar de bewoners elkaar redelijk kennen en ook regelmatig zien. De verslagenheid is groot. Wie kan Simone, moeder van twee jonge kinderen, dit hebben aangedaan? De moord op de nog jonge Simone plaatst de Friese recherche voor een raadsel. Er zijn geen sporen dat ze door een inbreker om het leven is gebracht. Haar portemonnee met 250 gulden ligt onaangeroerd op de salontafel. Sporen van braak zijn er niet. Wel staat beneden tegen haar gewoonte in het keukenraam open. Dat is opvallend, want de verwarming staat hoog. Toch gelooft de politie niet dat de dader zo is binnengekomen. Want zonder de planten te verschuiven is het onmogelijk om hier door het huis binnen te gaan, en een laag stof verraadt dat in de vensterbank niets is verplaatst. Is het geopende raam dan wellicht een dwaalspoor? Een manier waarmee de dader de indruk heeft willen wekken dat er een inbreker in huis is geweest? En is de moordenaar dan misschien een bekende van Simone, die op deze manier de aandacht van zich af heeft proberen te leiden? Het zijn prangende vragen waar het politieteam mee worstelt, tot op de dag van vandaag. Want exact 18 jaar na dato is nog volstrekt onduidelijk wat er die nacht in december 1989 is gebeurd in het huis van Simone de Laat. Het is een moord die door de jaren heen een slepende kwestie is geworden, en waar verschillende rechercheteams hun tanden op stuk hebben gebeten. De twee kleine kinderen van Simone zijn inmiddels jong volwassen. En zij willen weten wat er met hun moeder is gebeurd. Maar alle vragen over haar dood zijn altijd onbeantwoord gebleven. De kleine Kevin is anderhalf als zijn moeder op slechts enkele meters van zijn kinderbedje wordt vermoord. Zijn grotere broer Michael van 4,5 is niet thuis. Hij zit op dat moment in een kinderthuis. Kevin is inmiddels 19. Een jonge, gezonde vent die al zijn hele leven het duister tast over de vraag wie zijn moeder om het leven bracht en waarom. Ik weet echt helemaal niks meer van die tijd, nee. Toch was jij erbij toen je moeder werd vermoord. Jij lag toen in een ledikantje daar. Wat doet die gedachte met je? Nou ja, ik had er zelf ook niet meer kunnen wezen. Ik was veel te jong om wat te kunnen herinneren. Dat was denk ik ook mijn geluk geweest. Het is wel slopend. Je denkt dus dat als je misschien ouder was geweest en had kunnen praten en iets had kunnen vertellen, dat je ook vermoord was? Dat denk ik wel, ja. Maar gelukkig was dat niet zo. Ik denk het echt wel. 30 rechercheurs zet de politie op de zaak. Maar het onderzoek kampt al vanaf het begin met moeilijkheden. De Friese politie heeft in deze tijd de handen vol aan meer zware misdrijven. Zoals de vermissing van Liewe van der Valk in november. Een 61-jarige man uit het Friese gehucht Exmoora, die uiteindelijk in zijn Mercedes werd opgedrecht uit de Waddenzee. En op 11 december, dus 8 dagen na de moord op Simone, wordt in Sneek Jelle Harm Stijnvoorte van 47 om het leven gebracht. Ook de verdwijning van Dokkemer Roelof Lubberts op 7 december vraagt veel mankracht van de Friese politie. De 35-jarige man wordt enkele weken later teruggevonden in een Amsterdamse gracht. Het rechercheteam in Friesland, dat doorgaans nooit zoveel ernstige zaken tegelijk heeft, moet zich nu concentreren op maar liefst 4 grote onderzoeken. Tussen alle drukke bedrijven door zet het team in Verwerd het doen en laten van Simone op een rij. Het leven van de 30-jarige Simone is tot aan haar dood niet bepaald over rozen gegaan, zo werd de recherche al snel duidelijk. Als alleenstaande moeder gaat de zorg voor de twee kinderen haar niet gemakkelijk af.
Vooral met Michael, de oudste zoon van 4,5 jaar, zijn er problemen. Michael is licht autistisch en is tijdelijk opgenomen in een medisch kinderthuis. Met Simone zelf gaat het ook niet al te goed. Ze kampt met enkele traumatische ervaringen uit haar jeugd en is daarvoor in therapie. Haar verhouding met Rob, de vader van de twee kinderen, staat op een laag pitje. Het is een knipperlichtrelatie die al jaren moeizaam verloopt. Rob is dan 29 jaar en werkt bij een benzinestation in Alphen aan de Rijn. Hij is tijdelijk bij zijn moeder ingetrokken die ook in Alphen woont. Regelmatig reist hij op en neer naar Friesland om de kinderen te zien. Een rit van ruim 2 uur. Direct na de moord richt het rechercheteam de pijlen op ex-vriend Rob. Verschillende getuigen verklaren over de slechte relatie van de twee en de vele ruzies. Mogelijk schuilt hierin een motief, zo redeneert de recherche. Maar Rob heeft een redelijk alibi. Hij werkt die avond tot laat in Alphen aan de Rijn bij de benzinepomp die 180 kilometer van Verwerd ligt. Na zijn werk gaat hij naar huis. Zijn moeder verklaart tegenover de recherche dat zij haar zoon om 22:50 die avond thuis hoort komen. Hoewel de recherche niet uitsluit dat Rob die nacht nog naar Friesland is gereden, gaat het onderzoek naar andere mogelijke scenario's verder. En dan komt nog een verdachte in beeld. Het is niemand minder dan Simone's eigen vader die na de moord samen met zijn vrouw naar het huis van Simone rijdt om polshoogte te nemen. De verstandhouding tussen Simone en haar vader is altijd problematisch geweest, zo ontdekt de recherche. Er gaan geruchten dat hij haar in haar jeugd heeft misbruikt. Dat zou een motief kunnen zijn, zo denkt de recherche. Was Simone's vader bang dat het geheim uit zou komen? En was dit een manier om Simone de mond te snoeren? Maar concreet bewijs hiervoor is er niet. En volgens een echtgenote was hij de nacht van de moord gewoon thuis. Bovendien is hij door een ongeval in het verleden moeilijk ter been. Hij kan nauwelijks 10 meter achter elkaar lopen, zo verklaart hij de recherche. En hij heeft geen rijbewijs, dus hoe moet hij die bewuste nacht dan bij het huis van zijn dochter zijn gekomen? Toch houdt de politie het vermoeden dat de dader dicht bij huis moet worden gezocht. De vermoorde Simone de Laat woonde in een overzichtelijk nieuwbouwwijkje. De kans dat iemand die nacht iets heeft gehoord of gezien is reëel. Stuk voor stuk worden alle buren ondervraagd. En dan blijkt dat er die avond nogal wat beweging is geweest in de ogenschijnlijk stille straat. Rond 5:30 loopt buurman Pieter langs die ziet dat bij Simone licht brandt. En schuin aan de overkant duikt buurvrouw Hollanda deze avond vroeg in bed. Als ze om 8:30 haar gordijnen sluit, ziet ook zij dat bij Simone licht aan is. Enige tijd later loopt overbuurman Nammy met zijn 2 honden over straat. Hij ziet een van de andere buren, ene Martin, gehaast en ogenschijnlijk aangeschoten voorbij komen. Het is even voor 10:30 als Nammy nog een blik werpt op het huis van Simone. Het lijkt of ze aanstalten maakt om naar bed te gaan. Buurman Martin, die in de ogen van Nammy aangeschoten door de straat liep, verklaart tegenover de politie dat hij helemaal niet dronken was. Hij is die nacht inderdaad een paar keer door de straat gelopen. Net als zijn andere buren kent hij Simone redelijk goed.
Hij heeft er 's avonds zelfs nog gebeld met de vraag of hij wat cheque van haar kon lenen, maar ze had zelf bijna niets meer. Vervolgens is hij naar het café gegaan om daar een pakje te kopen. Hij gaat die avond een paar keer heen en weer naar het café, zo stelt hij bij de politie. En als hij naar eigen zeggen om 11 uur naar huis loopt, ziet hij dat bij Simone nog steeds licht brandt. Dat is opmerkelijk, want maar liefst 2 andere buren verklaren zeker te weten dat het bij Simone na 22:30 donker was. Hebben de getuigen de tijdstippen door elkaar gehaald, of is hier sprake van een bewuste leugen? De verklaring van buurman Martin wordt nog eens onder de loep genomen. Martin kwam regelmatig bij Simone op de koffie. Het klikte tussen de twee. De homofiele Martin heeft net als Simone geen vaste relatie. Naast zijn opvallende verklaringen over die fatale avond heeft de recherche nog een andere reden om hem nader aan de tand te voelen. Als een doopzeel wordt gelicht, blijkt dat hij 3 maanden eerder bij een opvallend incident betrokken is geweest. Een maatschappelijk werkster vertelt de politie een verhaal over een huisbezoek bij Martin. Ze kwam voor een intakegesprek vanwege de financiële problemen die de werkloze Martin al langere tijd had. Het huisbezoek liep echter danig uit de hand toen de homofiele Martin in beschonken toestand seksuele toenadering tot de vrouw zocht. Hij zou notabene hebben gedreigd haar te wurgen, aldus de verklaring. De maatschappelijk werkster, die wel wat gewend is, vertelt de recherche dat ze met angst in de benen het huis uit is gevlucht. Het incident werpt een ander licht op de verklaring van de buurman. De recherche sluit niet uit dat Martin, ondanks het feit dat hij homofiel is, bij Simone avances heeft gemaakt. Misschien zelfs onverwacht haar huis is binnengedrongen. Een theorie die lijkt te worden onderstreept als de recherche een opvallend voorwerp in Martins tuin vindt. Het is een verbogen aluminium haak. Volgens Martin bedoeld om zonder sleutel het slot van zijn eigen voordeur open te maken. Hij vergeet regelmatig zijn sleutel, zo verklaart hij de politie. Heeft Martin deze haak wellicht ook gebruikt om stiekem het huis van Simone binnen te gaan? En er is nog iets. De recherche gaat op zoek naar schoenen die Martin in de week van de moord naar eigen zeggen heeft weggegooid. Wellicht droeg hij deze op de avond van de moord en heeft hij geprobeerd sporen te verdonkeren manen door ze weg te gooien. Maar de schoenen worden niet teruggevonden. Buurman Martin wordt verschillende keren door de recherche verhoord. Hij zegt niets met het misdrijf te maken te hebben. Naast alle zachte aanwijzingen ontbreekt hard bewijs voor zijn betrokkenheid. En zo schuift de mogelijke rol van Martin in het Friese drama in de loop van het onderzoek toch naar de achtergrond. Waar de recherche vervolgens nog wel op inzet is een getuigenverklaring van de overbuurman Nami. De man die Simone als laatste in leven heeft gezien toen hij haar door de kamer zag lopen. Diezelfde buurman ligt 's nachts om 1 uur of 2 wakker en hoort dan een auto door de straat rijden. Een Opel Kadett met imitatieuitlaat, zo verklaart hij resoluut tegenover de politie. Omdat hij zelf aan dit soort auto's sleutelt, herkent hij het specifieke geluid uit duizenden. Opmerkelijk genoeg rijdt ex-vriend Rob in een Opel Kadett. Eentje met imitatieuitlaat. Maar ook Simone's ouders hebben uitgerekend zo'n auto met dezelfde uitlaat. Maar niemand heeft één van de auto's die nacht ook daadwerkelijk in de buurt van het huis van Simone gezien. Na aanleiding van de berichten in de krant krijgt de politie in januari 1990, een maand na de moord, een telefoontje binnen. Iemand zegt te weten wie er achter de moord op Simone zit. Hallo,
Hallo, die man die is opgepikt hebben in die gast in Amsterdam. Ja. Die man die ken ik. Ja. Nou, en die twee daar die de man hebben vermoord, die hebben die vrouw in Verrewerd ook vermoord. Wat hebben die? Die vrouw in Verrewerd ook vermoord. En met wie spreek ik momenteel? Met Heer Zijnstra. H. Dijkstra? Dijkstra. Dit blijkt echter een valse naam. En het telefoonnummer dat de man opgeeft, klopt ook niet. Toch vindt de politie het verhaal interessant. De tipgever doelt op de verdwijning van Roelof Lubbers, de man uit Dokkum die op 24 januari werd teruggevonden in een Amsterdamse gracht. Mogelijk zouden dit dezelfde daders zijn als P. Simone. Maar het spoor loopt dood. Pogingen om de ware identiteit van de geheimzinnige beller te achterhalen lopen op niets uit. Of er echt een link is tussen de beide zaken, blijft de vraag. En zo stokt het onderzoek in 1990. Bij alle verdachten blijft het slechts bij vermoedens en ontbreekt het broodnodige bewijs. De kinderen van Simone krijgen pas op latere leeftijd het ware verhaal over het dramatische lot van een moeder te horen. Kevin heeft nooit de kans gekregen om zijn moeder te leren kennen. Ik ken haar van de foto. Toen heb ik wel eens de vraag van, hoe zou zij zoiets aanpakken? En ja, ik mis haar natuurlijk iedere dag. Ook al weet ik niet echt wie ze was. Maar dat zou ik echt heel graag willen weten. Hoe ze was, wie ze was. En vraag je iedere dag toch wel in je hoofd spookt, ja. Zeggen mensen wel eens dat je op haar lijkt? Dat je iets van haar hebt? Ze zeggen wel van, ik heb haar... Haar karakter wel heel veel, maar ook heel veel van mijn vader. Maar ja, dat zeggen ze wel, ja, dat ik best wel veel van mijn moeder heb. De onopgeloste moord op Simone de Laat is de Friese politie al die tijd een doorn in het oog. Jarenlang blijft het echter stil in de zaak. Maar in december 2003, precies 14 jaar na de moord, wordt de zaak door een cold case team opnieuw tegen het licht gehouden. Enkele gespecialiseerde rechercheurs buigen zich nogmaals over het dossier. En met succes, zo lijkt het. Want na enkele maanden komen twee verdachten in beeld. Twee oude bekenden. Het zijn wederom Simone's vader en ex-vriend Rob. Rob is dan inmiddels 44 jaar en heeft een nieuw leven opgebouwd in Beerdaad, een klein plaatsje op steenworp afstand van Verwerd, waar Simone woonde. Hier leeft hij samen met zijn twee zoons en een nieuwe vriendin. Zowel Simone's vader als Rob worden onderworpen aan een scherp verhoor. En dan gebeurt er iets opmerkelijks. Beide verdachten bekennen de moord. Rob verklaart cryptisch: misschien ben ik de dader, maar misschien ook niet. En als de dan inmiddels 71-jarige vader van Simone het vuur aan de schenen wordt gelegd, roept hij na enkele uren verhoor: soms denk ik dat ik Simone heb vermoord. En misschien heb ik het wel gedaan. Alles wijst immers naar mij. Ik weet niet of ik het wel of niet heb gedaan. Het zijn nauwelijks bekentenissen te noemen, en wie denkt dat de zaak hiermee is opgelost, heeft het dan ook bij het verkeerde eind. Specialisten van de politie die het verhoor achter de schermen volgen, concluderen dat aan de verklaringen weinig waarde moet worden gehecht. Simone's vader zegt dan wel te denken dat hij zijn dochter heeft vermoord, maar hij beschikt niet over enige daderkennis. De man geeft met name sociaal wenselijke antwoorden om van het verhoor af te zijn. En ook Rob, die bekend staat als bijzonder emotioneel en beïnvloedbaar, is niet opgewassen tegen de verhoortechniek, aldus de politiepsychologen. De druk werd tijdens het verhoor voor hem waarschijnlijk zo groot dat hij uiteindelijk alles zou bekennen wat hem wordt voorgehouden. Ondanks de halve bekentenissen zijn dit niet de mannen die men moet hebben, zo luidt uiteindelijk de conclusie van de politie. Men richt het vizier dan op een andere oude bekende, buurman Martin. De man die fatale avond verschillende keren door de straat liep. Maar Martin kan niet meer aan de tand worden gevoeld.
Kort na de moord op Simone is hij naar Dokkum verhuisd, waar hij in 1996 zelfmoord heeft gepleegd. Of dit iets met de moord op Simone te maken heeft, blijft de vraag. Voor Rob is het feit dat de moord nooit is opgelost nog dagelijks een last. Hij heeft zijn oude liefde Simone nooit kunnen vergeten. Ik miste hem nog steeds natuurlijk. Ik heb wel geprobeerd om te accepteren dat ze niet meer leeft. Dat ze helemaal maar gewoon het stuk dat ze is vermoord. Dat laat me niet met rust. En als Simone ziek was geworden of ze zou verongelukt zijn, dat is nog redelijk acceptabel normaal in deze wereld. Maar moord, dat is natuurlijk heel iets anders. De ervaringen met het politieverhoor en het feit dat hij in de ogen van de recherche lange tijd mogelijk de moordenaar was, hebben sporen achtergelaten. Zelf zoekt hij de dader dichter bij huis. Ik zelf denk dat het wel eens iemand uit de straat geweest kan zijn. Ik weet dat Simone ruzie had met bepaalde mensen uit onze straat. En dat vertrouw ik ook niet helemaal. En daar zou ik ook graag meer van willen weten. Meer duidelijkheid over die hele situatie. Maar u denkt dat het eigenlijk dichtbij zit? Ja, dat idee heb ik zelf en ook de politie. Nadat Rob en Simone's vader weer zijn vrijgelaten, worden nog verschillende lijnen uitgerechercheerd. Maar ook dit loopt op niets uit. En zo stokt het onderzoek naar de moord op Simone de Laat opnieuw. De politie heeft de overtuiging dat zowel Rob als de vader van Simone niet de moordenaars zijn geweest. Maar men geeft tegelijkertijd aan dat ook niet helemaal te kunnen uitsluiten. Beide mannen hebben een motief en bij alle twee is het alibi niet helemaal waterdicht. Maar daar blijft het dan ook bij. En na verloop van tijd blijven er bij het cold case team dan ook weinig aanknopingspunten over om verder te onderzoeken. Een van de rechercheurs in het cold case onderzoek is teamleider Dick Adema. Hoewel er op dit moment niet meer actief aan de zaak wordt gewerkt, worden nog steeds alle binnenkomende tips uitgezocht. Want het is een moord die dankzij de nieuwe regelgeving niet meer verjaart. Samen met Peter reist Dick Adema naar de plaats delict. Het huis in Fairwood waar Simone zo gruwelijk aan haar einde kwam. Dat een dergelijke moordzaak, waarbij een oplossing voor de hand lijkt te liggen, zoveel jaren een raadsel blijft, is iets dat de rechercheurs dwars zit. Nog steeds zijn er losse eindjes. Dit is het? Dit is het. Ziet het er nog precies zo uit als in 89? Nee, het was, in 1989 was er helemaal gras rondom. Inmiddels een kinderspeelplaats geworden. Nou, voor de rest van de woning zelf is niet veel aan veranderd. Wat zijn nou de belangrijkste knelpunten geweest waar jullie in het onderzoek mee te maken kregen? Nou, om te beginnen het terugvinden van de dossiers. En wat daarnaast een heel groot knelpunt is geweest, dat we nooit hebben kunnen vaststellen wat het motief van deze moord of doodslag is geweest. En waar kwam dat door? We zijn er eigenlijk wel zo dichtbij gekomen dat we denken dat het in een relationele sfeer zit. Dat er iemand bij haar binnen is geweest die zij kende. Die of binnengedrongen is, misschien zelfs al binnengelaten is door haar. En we hebben dus nooit vast kunnen stellen wat de reden is geweest om haar. Het is niet duidelijk of het een seksueel motief was, of misschien roofmoord, of een uit de hand gelopen conflict. Conflict lijkt het niet op. Seksueel misdrijf sluiten we niet uit. Het lijkt er niet echt op. De sporen in de slaapkamer wijzen daar niet op. Ze is wel naakt gevonden. Ze is wel naakt gevonden. En dat er verder op dat vlak iets gebeurd is, sluiten we ook niet uit. Roofmoord sluiten we wel uit, want haar portemonnee is voor de hand aangetroffen met geld erin. Ja. Dus dat zou heel erg vreemd zijn dat die dan achtergelaten zou zijn.
Hoe denken jullie dat de dader is binnengekomen? Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat hij of via de, nee, dat hij in ieder geval via de voordeur is binnengekomen. Of zelf, ja, dus eigen beweging, of door haar is binnengelaten. Want het is zo dat hier in de omgeving van deze woning circuleerde een soort haakje. Die zwierf hier in de tuinen om. Ja. Daarmee was via de brievenbus het slot te ontsluiten. Hmm. En daarnaast hing bij haar ook een touwtje achter de brievenbus. Dus de kans is heel groot. Dus als je dat wist, dan kon je op die manier makkelijk binnenkomen? Als het iemand uit de kennissenkring is geweest, die zou daar heel makkelijk binnengekomen kunnen zijn, ja. Had het voor de hand gelegen dat de buren iets hadden moeten horen? Nou, het is vermoedelijk zo rond een uur of twee 's nachts gebeurd. Dus de kans is, als er niet veel lawaai wordt gemaakt, is de kans klein dat het gesignaleerd wordt door de buurt. Buurtonderzoek heeft daar nog niet zo heel erg veel opgeleverd daarin. Nee, want wat voor soort buurt is dit hier? Dit is een buurt waar heel veel gewisseld wordt in woningen. Misschien toen iets minder dan nu, maar er wordt toch wel veel gewisseld. Ja. Hoewel er toen tussen de mensen, tussen de slachtoffer en omwonenden, wel heel veel contact was. Ja. De mevrouw die hier slachtoffer was, had wel heel veel contacten met verschillende bewoners aan de overkant, verderop in de straat. Maar zij stond verder normaal bekend. Absoluut. Geen rare dingen of helemaal niks. Nee, dat zeg ik. Misschien wel vrij makkelijk in het maken van contacten. Dus niet heel erg kieskeurig in moet ik dit contact wel of niet aangaan. Ja, maar niet verkeerde kringen. Maar geen verkeerde kringen. Voor zover wij hebben kunnen vaststellen, geen verkeerde kringen. Nee. Is dit nou zo'n zaak waar je als rechercheur van wakker ligt? In ieder geval zo'n zaak die blijft knagen. Van verdikken, maar waarom lossen we dat nou niet op? In zo'n dorp, een vrouw waarmee niks aan de hand is, dat moeten we toch op kunnen lossen? Dat is juist, dat blijft je bezighouden. Ja, vooral door het ontbreken van het motief. En het daardoor ook heel moeilijk zoeken is in welke richting en welke omgeving je het moet zoeken. Het is een vrij afgesloten wijkje. Ja. Je kunt hierdoor naar binnen, maar je moet hierdoor ook weer eruit. Het is bijna een dorp waarvan je zegt, hier ga ik wonen, want hier kan me niks gebeuren. Ja, klopt. Ja. Maar de werkelijkheid was toch even anders. Ja. Rond de brute moord op Simone de Laat blijft menig vraag openstaan. Vragen die heel misschien toch nog beantwoord kunnen worden. Het eerste onderzoek naar de achtergronden bij de moord in Verwert speelt in een tijd dat de recherche nog geen gebruik kon maken van moderne, hedendaagse technieken, als bijvoorbeeld DNA-onderzoek. Ook de manier waarop men destijds een plaatsdelict onderzocht is inmiddels verder verfijnd. Het technische onderzoek is vandaag de dag van cruciaal belang. Voor Peter is dit aanleiding om de zaak eens met andere ogen te laten bekijken. Wat zijn de mogelijkheden om met hedendaagse technieken en kennis meer te weten te komen over deze onopgeloste moord uit 1989? Voor het antwoord op onze vragen zoeken we tot buiten onze grenzen contact met verschillende deskundigen, experts in moordzaken. Zoals het bureau Independent Forensic Services, gespecialiseerd in het analyseren van bloedspoorpatronen en ervaren met belangrijke DNA-onderzoeken. En we gaan naar Engeland om de zaak daar voor te leggen aan een select gezelschap van gerenommeerde Britse pathologen, stuk voor stuk forensisch specialisten met jarenlange ervaring in moordzaken. In Engeland gaan we ook langs bij een speciale afdeling van de politie, de National Injuries Database, waar we op zoek gaan naar een mogelijk moordwapen. En we doen zelfs een beroep op de bekende Amerikaanse profiler Wayne Porter. We willen de onopgeloste moord op Simone de Laat in 1989 bekijken in het licht van nieuwe technische mogelijkheden. In Nederland wordt bijna alle technisch onderzoek gedaan bij het Nederlands Forensisch Instituut in Rijswijk. Maar tegenwoordig is er ook een aantal kleinere particuliere bedrijven dat zich op dat gebied profileert. Zoals het bureau Independent Forensic Services, kortweg IFS. Een klein bureau dat voor moordzaken in binnen- en buitenland forensisch onderzoek doet.
De onderzoekers Richard Eikelenboom en Selma Eikelenboom-Schieveld van het IFS hebben beiden hun eigen specialiteit. Schieveld heeft als forensisch arts jaren gewerkt bij het NFI en is gespecialiseerd in het analyseren van verwondingen en doodsoorzaken. En Eikelenboom was jarenlang een van de toponderzoekers bij het NFI en als DNA-deskundige betrokken bij vele grote zaken. En hij is specialist in het analyseren van bloedspoorpatronen. En bloed is er in deze moordzaak rijkelijk gevloeid. Selma en Richard Eikelenboom zijn de eerste experts die wij de zaak hebben voorgelegd. Op ons verzoek hebben zij de stukken bestudeerd. De politiefoto's van de verwondingen van Simone zijn schokkend om te zien. Maar hoe gruwelijk ook, ze kunnen wel informatie opleveren. Doorgewinterde specialisten kijken met een ander oog. Die proberen te achterhalen welk verhaal de verwondingen vertellen. Een verhaal dat mogelijk iets zegt over de toedracht en over de dader. Simone die had verwondingen aan haar hoofd, maar er is ook sprake van verstikking. Is er iets te zeggen over de volgorde waarin dat is gebeurd? Wat is er eerst gebeurd? Het is het meest waarschijnlijk dat ze eerst op haar hoofd geslagen is en dat ze daarna gewurgd is. En dat baseer ik op het feit dat er toch aanzienlijke hoeveelheden bloed zijn gevonden. En wanneer iemand verwurgd wordt, dan is er geen geen hartslag meer. Dus dan is er ook niet zoveel uitstroom van bloed. Dus als ze eerst gewurgd zou zijn en dan op haar hoofd zou zijn geslagen, dan vind je niet deze hoeveelheden bloed. De zaak is al behoorlijk gedateerd, van 1989. Zijn er nu vandaag de dag onderzoeken mogelijk waarvan je zegt, nou, dat was in 89, lag dat niet voor de hand, deed men dat niet, maar dat zouden we nu wel kunnen doen. Er is van alles bewaard van die plaatsdelict. Maar dat is, ja, als de spullen bewaard zijn, dan kan nieuw onderzoek altijd plaatsvinden. In 89 deden we bijvoorbeeld geen DNA-onderzoek. En zeker met de huidige methode is het interessant om te kijken naar die locaties waar de dader in contact is geweest met het stuk van overtuiging. En waar denk je dan aan? Het dekbed en het kussen, daar is duidelijk mee gemanipuleerd. En er zou kunnen worden gekeken naar contactsporen van de dader met deze voorwerpen. Ja, want er is wel gesuggereerd dat het kussen, hè, waar ook veel bloed op zit, dat mogelijk op haar gezicht is gedrukt. En dat zou dan dus kunnen betekenen dat, omdat daar kracht bij is uitgeoefend, dat daar nog DNA van de dader op zit. Precies. Dus dat zou onderzocht kunnen worden? Dat kan onderzocht worden. Wat de onderzoekers intrigeert, zijn de verwondingen op het hoofd die volgens het sectierapport van destijds waren veroorzaakt door een scherp voorwerp. Dit zijn geen steekwonden. Dit is stomp letsel. Bij een steekwond zijn de letselranden die zijn scherp. En dit zijn gewoon duidelijk rafelige verwondingen. Dus dit is geen steekletsel, absoluut niet. Bij steekincidenten tref je eigenlijk nooit bloedspatten aan. Zolang het lemmet naar binnen gaat en je niet tegen de rand van het mes aankomt, zie je eigenlijk geen bloedspatten. Je hebt een impact in bloed nodig om bloedspatten te veroorzaken. En dat zie je bij steekletsel vaak niet. Als je naar deze verwonding kijkt, ja, dit past gewoon niet bij een messteek. De specialisten twijfelen dus of de conclusie in het sectierapport juist is. Bloedspatanalist Eikelenboom neemt Peter mee naar een speciale ruimte waar hij altijd zijn onderzoeken naar bloedspatpatronen doet. Een techniek waarmee forensische onderzoekers effectief kunnen achterhalen hoe de aanval op een slachtoffer is ingezet en wat er vervolgens is gebeurd. Richard, wij hebben foto's van de plaats delict laten uitvergroten, waardoor je nog bloedspatten, bloedpatronen ziet. Hè? Hier bij die pijlen, hier op het bed, kussen. Als jij dit als deskundige bekijkt, wat kan je daar dan in zijn algemeenheid uit afleiden? Nou, op en rondom het bed zien we een groot aantal bloedspatten. En bloedspatten ontstaan doordat er kracht op bloed wordt uitgeoefend. Er zijn verschillende mechanismen waardoor die spatten kunnen ontstaan. Dus bijvoorbeeld één is een hele bekende, natuurlijk slaan in bloed. Het slachtoffer had verwondingen op het hoofd. Nou, dat kan dus gebeuren dat ze geslagen is en dat er in een bron van bloed wordt geslagen waardoor die spatten ontstaan. Dus dan zijn er meerdere klappen uitgedeeld. Ja. Inmiddels bloedt de wond en door het slaan op de wond gaat het bloed spatten en krijg je dit soort patronen. Precies. Het kan ook een combinatie zijn van slaan en stel dat er bijvoorbeeld een hamer gebruikt zou zijn.
Die hamer raakt bebloed en op een gegeven moment wordt daarmee gezwaaid. En dan kun je bijvoorbeeld spatten in een rij achter elkaar krijgen. Dat zou bijvoorbeeld hier het geval kunnen zijn. Daarvoor moet je meer details zien. Dus dan krijg je een patroon van weggeslingerd bloed. Dat zit dus eigenlijk op het moordwapen dan? Ja, dat wordt veroorzaakt door het moordwapen, ja. Wat door de lucht wordt geslingerd. Ja. Als we naar het dekbed kijken, ja, dan zien we een concentratie van bloedspatten. En ja, als er een bloedbron staan, dan gaan die spatten eigenlijk alle kanten uit. En dit is heel erg geconcentreerd. Dus als we ook kijken naar een beetje waterige vlek die we hier zien, dan zou dat ook kunnen gebeuren wanneer het slachtoffer bloed in haar neus of mond heeft gehad. En dat is uitgeademd. Hmm. En dan heeft dit dekbed dus in de buurt van haar mond gezeten op het moment dat zij gewond is geraakt en de bloed heeft uitgeademd. Wat denk jij dat de positie van Simone is geweest toen ze werd aangevallen, toen ze zeg maar de eerste klappen of steken heeft gekregen? Ja, als we naar het bloedspattenbeeld kijken, wat op het bed en in de omgeving tegen het plafond en de muren, wat we hebben aangetroffen. Ja, dan zien we hier een poel van bloed liggen. Dus het slachtoffer is hier uitgebloed. Dan zien we hier een groot aantal spatten op het plafond en op de muur. En als we inzoomen op die spatten, dan zien we ook dat er een vorm in die spat zit. Deze zijn bijvoorbeeld bijna rond. Ja, dit is heel sterk uitvergroot, hè? Dit is dus deze muur die we hier zien. Ja. Dat is dit. En dan zie je hier, als je goed kijkt, het vertekent hem een klein beetje, zie je van die ronde bloedspatjes. Wat zegt jou dat? Nou, dit geeft een indicatie dat de bron waarin geslagen is, dat hij zich ongeveer op 90 graden daarvan bevonden heeft. Dus als ik sla in bloed en het bloed komt onder een hoek van 90 graden op de muur terecht, dan zijn ze bijna rond. Of vrijwel rond. Als ze onder een hoek op de muur komen, dan worden het ellipsen. Dan worden ze langwerpig. Worden ze langwerpig. Zoals je hier eigenlijk zien, hè? Ja. Dit zijn meer langwerpige bloedspatjes. Aha, dus voor jou is dat een teken, een aanwijzing, ja, dat zij waarschijnlijk gewoon plat op bed heeft gelegen. Precies. Om dit aan te tonen laat Richard Eikelenboom in een proef zien wat er gebeurt als je met een stomp voorwerp in een paar druppels bloed slaat. Oh, zo. Dat zijn er meteen heel wat, hè? Ja. En dat van zo'n klein beetje. Het is een heel klein beetje bloed, maar je krijgt een enorm patroon. Ja. En hier zie je dus nu dat die bloedspatten inderdaad rond zijn, hè? Ja. Veel. Dus dat betekent hier 90 graden. Op 90 graden. En als ze dus naarmate verder wegkomen, krijgen ze meer een elliptische vorm. Ja. Nou, daar kun je het heel goed zien. Die spatten zijn helemaal daar naartoe gesport. Ja, dus dat bevestigt een beetje dat Simone op het moment dat zij geslagen werd, dat ze plat lag. Ja, op het bed waarschijnlijk op het kussen ook nog iets verhoogd. Als we naar de muur kijken, dan hebben we dus het object. Dus ja, dan zou ze op het kussen gelegen kunnen hebben op het moment dat ze werd geslagen. Bloedspatjes als lugubere stille getuigen. Simone lag dus hoogstwaarschijnlijk te slapen toen ze werd overvallen door haar moordenaar. Belangrijke vraag in het onderzoek is, waarmee is zij nu precies om het leven gebracht? Was dat iets scherps, zoals in het sectierapport staat, of juist een stomp voorwerp? Het antwoord kan duidelijk maken of het gaat om een impulsieve actie of een daad met voorbedachte raden. Een asbak als moordwapen kan bijvoorbeeld duiden op een uit de hand gelopen conflict, terwijl een mes meer neigt naar boze opzet. Meer kennis over het moordwapen zou inzicht kunnen geven in het motief van de moord en zelfs iets kunnen zeggen over de persoon van de dader. Het is dus van groot belang om hier meer over te weten te komen. Daarvoor moeten we over de grens, naar Engeland om precies te zijn. Zoeken we samen met Richard en Selma Eikelenboom de tweede groep deskundigen op die we de zaak willen voorleggen. Hier is men niet alleen ver op het gebied van specialistisch DNA-onderzoek. Er is in de loop der jaren ook uitgebreide kennis ontstaan over verwondingen in relatie tot de gebruikte moordwapens. Richard en Selma Eikelenboom maken regelmatig de overtocht om moordzaken waarbij twijfel bestaat over de toedracht en de doodsoorzaak voor te leggen aan een groep forensisch pathologen.
Het is een select gezelschap dat bestaat uit gerenommeerde specialisten van verschillende regio's in Groot-Brittannië. Stuk voor stuk deskundigen die hun sporen op misdaadgebied hebben verdiend. De groep komt enkele keren per jaar bij elkaar om moordzaken te bespreken. Met een uitgebreide kennis en ervaring kunnen zij wellicht ook een indicatie geven over de achtergronden van Simone's dood. When she was found, the duvet was next to the bed. But when they put it back, you could see that the blood pattern was continuously. De pathologen krijgen een uitgebreide presentatie van Selma Schieveld. En hierna spreken we enkele van hen apart. Ken Shorrock is een ervaren en vooraanstaand patholoog en werkt al jaren in het zuiden van Engeland, met name in Londen. Net als dokter Ned Carey, een nester in de forensische pathologie in Engeland, samen hebben de pathologen duizenden secties gedaan. The case of Simone is presented to you by Selma. You've seen the pictures of the crime scene. You've heard the relevant circumstances. What's your opinion about this case? Well, the initial impression is that the head injuries are said to have been caused by a sharp object, whereas I disagree with that. To me, it is much more likely that these are scalp wounds that are caused by blunt trauma. And I think that's an important difference. Ultimately, the way you distinguish the two would be to look at the skull surface. We don't have views of the skull surface, but there's no description of a cutting wound down to the skull bone itself. So I think this is an example of blunt force trauma to the head. I don't, what do you think, Ken, though? I mean, there are some obvious points one has to make, that if you're going to attack somebody with a knife or something sharp, you don't tend to go for the top of the head, whereas if you're going to hit somebody hard, then that is a natural place to go. I'm fairly certain that these are blunt force injuries. You're saying blunt force. What kind of weapon can be used? Well, surprisingly, hammers can produce quite a variety of wounds on the scalp, so I wouldn't rule that out. But a common object used would just be an elongated blunt object, a metal bar of some sort, even a wooden stick if it was heavy. Baseball bats are commonly used to hit people. There's nothing very specific about the appearances of these wounds on the scalp that tells you what the causative weapon might have been. Is there anything you can say about the time of death in relation to the stomach contents? I think you've got to be very, very careful, because at one time people used to say that you could tell the time of death from looking at the stomach contents. That's pretty much been discredited now. But because there are things in the stomach, it is more likely than not that she died within 2 or 3 or 4 hours of when she last ate. But in Holland, normal dinner time is 6 o'clock, maybe 7 o'clock. So in your opinion, she must have died at, let's say, 10, 11 o'clock? I think you'd have to turn it around the other way, that the findings wouldn't be inconsistent with that. Mm-hmm. But what you wouldn't want to do is, if there were possible suspects who fell outside that time opportunity, you couldn't exclude them on the stomach contents alone. But in your experience, is she killed by an intruder or by somebody who was familiar to her? I see what you mean. I mean, there's nothing I would say that would particularly steer you either way. Blunt force head injury plus possible compression of the neck or the mouth may be something you see in domestic circumstances. It may also be carried out by an intruder. My understanding is that this is not an obvious scene of a break-in or a burglary. But, of course, that doesn't exclude that, because if the lock on the door is such that you can open it from the inside without turning a key, an intruder could simply push in and get into the premises without leaving signs of a break-in. But you have to know that. But you'd have to know that. Yeah. And so if you know it, you are a little bit familiar. Yeah, sure. Dat zou dus kunnen betekenen dat een bekende van Simone rond 11 uur die avond het huis is binnengedrongen. Iemand die wist hoe hij binnen kon komen en die dus een stom voorwerp voor handen had of heeft gegrepen om haar op het hoofd te slaan. Maar wat zou dan dat wapen kunnen zijn?
Een antwoord op die vraag is wellicht elders in Engeland te vinden. Samen met Selma en Richard Eikelenboom reist Peter af naar Y Boston, een plaatsje ten zuiden van Londen. Naar een gerenommeerd instituut, de National Injuries Database. Een gespecialiseerde afdeling van de Engelse politie, waar men sinds 1993 alle moordzaken heeft opgeslagen. In de computer van onderzoeker Derek Tremaine staan alle Engelse moorden. Ook is bijgehouden wat de verwondingen zijn geweest en wat het wapen waardoor die zijn veroorzaakt. Door de jaren heen is hierdoor een ware schat aan informatie ontstaan met zo'n 16.000 foto's. Het is een enorme verzameling die de mogelijkheid biedt om vergelijkingen te maken met verwondingen waarvan het moordwapen onbekend is. Een systeem dat we in Nederland niet zo uitgebreid kennen. What's the story then? Richard. What's the story? Well, we don't know, but she was found dead in bed. And that's naked. That's it. She's just been found dead in bed. No, no burglary. Yeah. No signs of that, at least. Tremaine voert de verwondingen van Simone in en gaat op zoek naar soortgelijke zaken. What did the doctor say? Lacerations? Yeah. Oh yeah, definitely blunt force injury. And did they think it was a linear weapon? No, actually, one came up as a hammer as well. Yeah. But it came because of the square an injury. Ashtray. Yeah. And something, the other was a bar or something straight. Ashtray. En na een paar uur zoeken komt er een mogelijk moordwapen tevoorschijn. Nou, dit is een zaak die in de injury database aanwezig is. Hiervan is bekend waarmee geslagen is. Dit is de verwonding, geprepareerd met de huid, nadat de huid er afgehaald is van de schedel. En dat is een verwonding door een hamer? Ja. Dus we zien hier de ronde kop van de hamer. En dit is een breuklijn die ontstaan is door de impact van de hamer. Hier zien we de hamer. Die is in grijsschalen geprojecteerd op de verwonding. Dus dit is dezelfde verwonding, zit hieronder. Je ziet inderdaad dat die lijnen, de ronding van de hamerkop, heel goed overeenkomen met de verwonding in de schedel. Mm. Als we nu kijken naar de verwonding die bij Simone de Laat wordt waargenomen op haar hoofd. Waarbij de huid niet verwijderd is en de haren ook niet verwijderd zijn. Waardoor het natuurlijk heel moeilijk wordt om een vergelijking te maken. Maar dan zien we toch wel rechte hoeken daaronder zitten. Zoals we hier eigenlijk ook zien. Ja, het was natuurlijk heel interessant geweest om te weten hoe die vorm nou helemaal uitziet. Maar het is in jouw ogen dus meer waarschijnlijk, als je zo de wond ziet met alle beperkingen, dat er sprake is geweest van een klap met een hamer, dan zoals in het sectierapport staat van een messteek. Ja. En op het moment dat het dus een hamer is in plaats van een mes, dan zegt dat weer heel wat over de manier waarop de dader te werk is gegaan. Ja, nou in die zin ook, omdat we op de plaats licht geen hamer hebben aangetroffen. Nee. Of in ieder geval op de foto's en de beschrijving staat daar niets van. Nou, ook geen mes. Ook geen mes. Dan heeft het natuurlijk toch weer een ander, ook voor profiler kan het een ander inzicht verschaffen in. Maar het is op zich niet heel erg waarschijnlijk dat iemand een hamer meeneemt als die de intentie heeft om een moord te plegen. He, dus in dat opzicht is dat toch opmerkelijk. Ja. Het gebruik van een hamer of een soortgelijk slagwapen zou passen in een beeld dat Simone in een opwelling om het leven is gebracht. Dat de dader in de haast een voor de hand liggend voorwerp heeft gegrepen en haar hiermee heeft overvallen. Nu we in Engeland meer inzicht hebben gekregen in de medische achtergronden van de verwondingen, rest natuurlijk de vraag wat er over de dader te vertellen is. Het is een vraag die we voorleggen aan de vermaarde Amerikaanse profiler Wayne Porter. Een man die in Amerika faam maakte in de bekende zaak van de Gainesville Five. Een seriemoord op 5 studenten in Florida in 1990. Porter is een van de 50 speciaal getrainde profilers van de FBI. Een specialist die aan de hand van de omstandigheden op de plaats delict het gedrag van een dader zo goed mogelijk probeert in te kleuren om zo een daderprofiel te krijgen.
In de zaak van Simone zijn er aanwijzingen dat de moordenaar de plaatsdelict heeft gemanipuleerd. Staging the crime scene noemt men dit in het Engels. Een poging om de plaatsdelict doelbewust te veranderen. Simone was immers netjes neergelegd in een houding alsof ze opgebaard lag. Op de grond lag haar dekbed. Maar de bloedsporen op de dekbed duiden erop dat zij het over zich heen had toen ze de eerste klappen kreeg. Net als een van de kussens en het slipje dat zij die nacht wellicht aan had. Waarom heeft de dader dit gedaan? Het zijn dit soort vragen die beantwoord kunnen worden door een profiler. We hebben de Amerikaanse profiler Wayne Porter uitgebreid over de zaak geïnformeerd. En als hij voor een congres naar Europa vliegt, doet hij onze redactie aan om de zaak met Peter te bespreken. Wayne, you are a profiler specialized in rape, homicide cases and crime scene analysis. What do the pictures and circumstances of this case tell you? Well, it's somewhat of an unusual case in that apparently when the individual went into the home, he went in there apparently to kill rather than just to rape. How do you know that? What we see is the actual crime scene does not show a lot of interaction between the victim and the offender themselves. So it appears that this was a what we call a blitz attack, one in which he doesn't give her a chance to talk. He immediately goes up to her and begins the assault. He had the intention to kill her when he came in? He had the intention to kill her when he came in, yes. And do you think that the murderer was familiar with her? I think that he had at some point fixated on her, and she was a targeted victim. By that I mean that he had seen her not once, not twice, but probably many times over a period of time in which he would have begun his fantasy, let it grow more and more and more. And normally we see this through some type of surveillance, peeping activities, for instance. She was found in quite a remarkable position. What does it say? Well, the ritual of posing the victim as she was, she just didn't die that way. She had tried to fight back initially, it appeared, but she didn't die that way. He had to pose her body. Again, it goes along with not only the fulfillment of a fantasy, but also looking at the body, seeing what he had done, getting some type of pleasure out of looking at the results of his attack. It's a sort of a ritual. I think it's a ritual. This is a ritual killing. What we would look for, of course, over a period of years are other cases like this. If he had indeed killed again, we would see probably similar rituals going on with him. We call this a signature. And what does it tell you that she was naked, complete naked? One thing it tells me, since there was no semen present, that the individual had some difficulty with a sexual assault itself. So it shows me there's some low self-esteem from this killer, that he was more insecure about the actual sexual assault itself. Instead, I would even imagine him to look over what he had done and maybe touch the body rather than try to have sex because he knew he couldn't. Who committed this murder? I think it's someone she knew. And I would be more prone to look at first those people in the neighborhood, those individuals that may have had some
Peeping Tom experience and police been reported to the police or some other sexual problems with a particular individual in the community or someone that has reason to be at that house because he picked her. Why did he pick her? That's the question. And I think it's because he had fixated on her and he wanted her. De analyse van Porter is opmerkelijk. Het gaat erg in de richting van een van de buren. Iemand die die avond meerdere keren langs het huis is gelopen. Al met al heeft onze rondgang langs deskundigen een behoorlijke hoeveelheid nieuwe en bruikbare informatie opgeleverd. Informatie over wat er zich mogelijk in de woning van Simone heeft afgespeeld. Het IFS komt op basis van de bloedspoorpatronen tot de conclusie dat Simone vrijwel zeker onder haar dekbed lag te slapen toen ze werd aangevallen. En gezien de hoeveelheid bloed op het bed is ze eerst geslagen, daarna gewurgd en uiteindelijk verstikt met haar kussen. En de pathologen in Engeland zijn er net als het IFS van overtuigd dat Simone niet met een mes is aangevallen, maar met een stom voorwerp. Gezien de maaginhoud van Simone zou het tijdstip waarop ze om het leven kwam liggen tussen 11 en 12 uur 's nachts. Dat zou betekenen dat ex-vriend Rob een sluitend alibi heeft. Hij was immers tot 11 uur zo'n 180 kilometer verderop aan het werk. Urenlang zoeken in de computer van de National Injuries Database gaf zicht op een mogelijk moordwapen. Dat zou een hamer kunnen zijn. Iets dat de dader wellicht in een opwelling kan hebben gepakt. En ervaren profiler Wayne Porter komt met de analyse dat Simone om het leven is gebracht door iemand die zij kende. Iemand die meerdere keren door de straat is gelopen en waarschijnlijk al langer met het idee speelde. Mogelijk wilde hij aanvankelijk seks met haar, maar was hij hiertoe fysiek niet in staat. Deze analyse van Porter lijkt wel heel erg aan te sluiten op het verhaal van de inmiddels overleden homofiele buurman Martin, die meerdere keren langs het huis is gelopen. Toeval of niet? De deskundigen in deze zaak zijn het erover eens dat de moord op Simone nu, 18 jaar geleden, opgelost kan worden. Technisch zijn er in ieder geval nog mogelijkheden. Op het kussensloop dat waarschijnlijk is gebruikt om Simone te verstikken zouden contactsporen van de dader kunnen zitten. Met nieuw specialistisch DNA-onderzoek kunnen Simone's kinderen alsnog antwoord krijgen op de vraag die hen al zo lang bezighoudt. Ja, na 18 jaar is de moord op Simone nog altijd een mysterie. Maar het is niet te laat om het op te helderen. Moord verjaart niet meer. Het Cold Case Team zit klaar om uw tips te noteren. Wie is er in de avond en nacht van 3 op 4 december 1989 bij Simone op bezoek geweest? Wie heeft er wat gezien of gehoord dat nieuw licht op de moord kan werpen? En wie heeft er al die tijd gezwegen terwijl hij of zij meer wist en eigenlijk moest spreken? U kunt nu bellen met telefoonnummer 058-880-8313. Ik herhaal 058-880-8313. Maar als u liever anoniem blijft, kunt u ook contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem. En het telefoonnummer daarvan is 0800-7000. Nogmaals, 0800-7000. Ook zij zitten voor u klaar. En u kunt uw tips zoals altijd natuurlijk ook kwijt via onze website www.peterrdevries.nl, waar u alle feiten nog eens rustig kunt nalezen. En bedenk, het zijn niet alleen de politie en wij die in spanning uw tips afwachten, maar ook de kinderen van Simone, wier jeugd door de moord in één klap geruïneerd was. Hun moeder krijgen ze nooit meer terug, maar een oplossing van de moord verzacht het leed wel. Bel dus. Dit was weer onze uitzending van vanavond. Volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde plaats, met alweer de laatste aflevering van dit seizoen.
waarin we met verborgen camera het verkeersgedrag van de politie zelf hebben vastgelegd. En dat zou heel wat bekeuringen opleveren als we dat zouden verbaliseren. Nou, dat wordt weer smullen. Tot dan. En juist ja. Hou je hoofd koel met alles wat je doet. Hou je hoofd koel, jou en dat doet je goed. Hou je hoofd koel, ook al heb je stress. Sluit je op in jezelf en fuck de rest. Hou je hoofd koel met alles wat je doet. Hou je hoofd koel, jou en dat doet je goed. Hou je hoofd koel, ook al heb je stress. Sluit je op in jezelf en fuck de rest.